Tja, hoe zeg je dat? Ik doe het nogal vaak in mijn broek. Veel mensen die bij mijn prik komen halen zoentje in de broek. Want dat is zo begrijpelijk. Maar de prik is erg groot en heeft een enorme naald. Dus ik kan wel eens pijn gaan doen. Heel pijn! Heel veel pijn! No! Oh ja, remember, don't forget to vote for Ben Mamoot. Juist ja. Zo, Frikspuit, blijkbaar is mijn einde jou nog tegenhouden. Ridder Roderick, misschien mag ik dit loodje op een poging, maar een ridder gaat het gevaar niet uit de weg. Dit wil ik nog eens zeker weten. Denk je wat ik denk? Wegwezen! Zo, vervelend klein diddertje, jullie stoer doen. Wat kan zo'n jong ventje nou uitrichten tegen zo'n machtig als hurk als ik? Jong ventje? Waar zie je me voor aan? Een jochie van 12? Ja. Cool, ik ben pas 11! Ah, knol, precies op tijd. We gaan duelleren met die gare prikspuit. Klaar? Wat ben je van plan? Ik ga op je rug springen. Ja, hoho, jij had vorige keer al bovenop gezeten. Nu is mijn beurt. Al die jongen en die jonge vrouwen, wat een moment om moeilijk te gaan doen. Goed dan, jij mag op mijn rug. Snel, geef me de sporen. Aanvallen! Rammen! Bedraai, nu is het mijn niet grijpen. Ik ben zo kaap. Shh, doe me nou toch niet zo hard. Sorry, professor. Ken je ook helemaal niks? X, je bent een waardeloze assistent. Je mist duidelijk de X-factor. Professor, er is een demonstratie op komst. Voorstanders van de prik zullen spandoeken op weg hier naartoe. Wat is je probleem? Ze willen dat je stopt met de prik. Exos, als de voor- en tegenstanders elkaar tegen gaan blijven lopen, dan komt er een huibel van. Er komt er nog meer pers op af. Die is mee en die Shaggy zijn al irritant genoeg. Stel je voor dat ze iets ontdekken. Ik zal proberen de boel te sissen. Snel, jas! Oh nee, dat zul je zo hebben, als het allemaal maar goed gaat. Zonder wij zijn toe, gaan nooit meer moe. Want ik ben zo geen troep, gaan nooit meer moe. Vive la France!
Au, nog een keer! Leden van de Staten-Generaal. Hallo vriendjes en vriendinnen.